Ja, dames en heren, vorige week onze wethouder, peperzak voor de camera vandaag, meneer Jos Teeuwen. Ja, meneer Teeuwen, u bent verbonden aan het waterschap, maar wat doet u daar eigenlijk? Ik ben lid van het dagelijks bestuur van het waterschap Limburg. En ik heb met name hoogwaterveiligheid in de portefeuille. Dus mijn belangrijkste opdracht is om ervoor te zorgen dat in heel Limburg de dijken langs de Maas, dat die in orde zijn en dat de mensen achter die dijken veilig kunnen wonen, werken en recreëren, leven. Ja. U bent ook lid van die stuurgroep, maar dan alleen voor de LOP of ook voor alle projecten die in Limburg spelen? Nou, de LOP heeft een aparte stuurgroep en er zitten een aantal partijen in, onder andere het waterschap Limburg, maar ook de provincie. En vanuit Brabant zit de provincie erin en daar zit ook het waterschap Aa en Maas in en twee gemeentes. De gemeente Gennep en de gemeente Mokke-Middelaar. Ja. En daarnaast zit ook het Rijk erin in de vorm van het ministerie en Rijkswaterstaat. Dus een heel breed samengestelde groep. Ja. Meneer Teeuwen, wat mij verwondert is, we spreken over kubieke meters iedere keer bij Maastricht. En ik ken alleen maar hoogtemeters Nieuw-Amsterdam-Spijl. En ik weet wat dat voor een gebied ongeveer betekent. Waar zit het verschil tussen die twee? Ja, bij hoogwaterveiligheid rekenen wij met bepaalde afvoeren van de Maas. Ja. Iedereen weet dat in de winter, als het regent in België en in Frankrijk, dan komt er veel water door de Maas heen, een regenrivier. En dan loopt het peil snel op. En bij bepaalde afvoeren, dan moet je zorgen dat je de goede dijkhoogte hebt om ervoor te zorgen dat je die afvoeren, dat je die ook goed kan handelen. Daar komt het op neer. Dus we rekenen in afvoeren en in overstromingskansen. Dus, Oké, en dan hebben we het over overstromingskansen, op zich wel leuk. En dan spreekt u over 1 op de 300, maar waar hebben we het dan over? Dat betekent dat een dijk maximaal 1 keer in de 300 jaar mag falen. Dus mag overstromen of mag doorbreken. Dat is zeg maar een wettelijke norm die we aanhouden. En geldt die alleen voor Gennep of geldt die voor heel Nederland? Die geldt voor de wettelijke norm, geldt voor iedere Nederlander in heel Limburg en in heel Nederland. Dat is de wettelijke norm op van toepassing. Oké, en dus tot dat niveau moet je dan beschermd zijn? Ja, om even een voorbeeld te geven, toen de overstromingen in 93 en 95 waren, er waren nauwelijks dijken op een paar plekken, maar dat waren regionale keringen waren er toen ook. Uh-uh. Toen zijn er wettelijke keringen gekomen, die zijn toen heel snel aangelegd op 1 op 50, met een faalkans van 1 in de 50 jaar. Nou, daar zijn we vanaf gestapt, een aantal jaar geleden zijn ze allemaal opgehoogd naar 1 op 250 jaar. Ja. En nu is de nieuwe norm 1 op 300 en daar moeten we aan voldoen. En dat is ook de norm die hier voor de LOP van Gennep geldt. En betekent dat dan ook dat de dijken die er nu liggen allemaal opgehoogd moeten worden nog een keer? De dijken die voldoen daar op dit moment niet aan. Dus ja. Dat betekent dat ze dus, het gaat niet alleen over hoogte, maar het gaat ook over breedte. Het gaat over robuustheid van de dijk. Okay. Dus dat is een combinatie van zaken. Ja. Maar hoogte is een belangrijke factor natuurlijk. Ja. Oké, hoogte en breedte, sterkte van de dijk. Robuustheid noemen we dat dan, ja. Oké, maar de relatie tussen kubieke meters afvoer en waterhoogten, kunnen we daar wat meer op zien? Want er zijn wel kaarten waar je kunt zien van hoe hoog dat een bepaalde plek is binnen onze gemeente. Maar ik kan dat slecht zien in relatie tot de hoogte van het water. Ja, nou ja, wat je feitelijk moet tellen, dat als een dijk faalt, dan loopt het gebied achter de dijk loopt vol. Ja. Tot een hoogte die net zo hoog is als op dat moment het peil van de Maas. Ja. Ja, want dat is dan aan elkaar verbonden. Dus dat is daar moet je rekening mee houden. Dus als de Maas heel hoog staat, dan hangt er vanaf waar je in het gebied bent, maar dat kan verschillen, want in het gebied zitten ook glooiingen natuurlijk. Okay. Dus de ene plek zal het minder zijn, de andere plek zal het meer zijn. Maar wij gaan voor hoogwaterveiligheid. Dat is de taak die het waterschap Limburg heeft. En de taak van het waterschap Limburg is ervoor te zorgen, het geldt trouwens niet alleen voor het waterschap Limburg, maar het geldt voor de hele stuurgroep, ervoor te zorgen dat wij hier in de LOP van Gennep de wettelijke normveiligheid krijgen. En dat betekent dat de kans dat het gebied overstroomt, kleiner wordt en merkelijk kleiner wordt dan die nu is. Dat is het doel. Het project LOP van Gennep heeft als doel om de 7000 inwoners van het gebied tussen Mook en Gennep beter te beschermen tegen hoogwater. Het project bevindt zich in de verkenningsfase. Tijdens deze fase onderzoeken we diverse oplossingen voor de opgave van het project. Oké. Maar wel met een restrictie erin, of althans een afweging erin die ik niet zo best kan begrijpen. En dat is dat het gebied van de LOP van Gennep, daar heb ik gelezen, gezien moet worden als buitendijks gebied van de Maas.
Ja, het is nou, dat stuk van de Maas dan aan het Rijkswald kan ik toch echt niet noemen als een buitendijks gebied. Nee, u refereert naar de term winterbed van de Maas. Ja. Daar refereert u denk ik naar. Dat geldt voor heel veel gebieden in Limburg. Dus alle, omdat die dijken zeg maar redelijk recent zijn aangelegd, zijn al die gebieden achter die dijken, die zijn vaak nog hebben een wettelijke status als winterbed van de Maas. Ja. Nou, wij zijn het daar helemaal niet mee eens, want wij zeggen eigenlijk van, ja, als je een veilige dijk hebt, dan moet het gebied erachter moet ook gewoon niet, dan moet ook gewoon een normale status hebben. Ja. Dan moet je kunnen bouwen en dan moet je woningen neer kunnen zetten, dan moet je bedrijven kunnen ontwikkelen. Ja. Nou, dat vinden wij heel belangrijk. Nou, dat is ook een discussie die op dit moment plaatsvindt. Die wordt ook door de gemeentes, hè, dus door de gemeente Gennep en door de gemeente Monnikendam en door hun wethouders heel duidelijk naar voren gebracht dat die status er vanaf moet. Hè, als je wettelijke dijken hebt, achterwettelijke dijken, geen andere status, gewoon de normale status die iedere Nederlander, iedere Limburger heeft, waar je kan doen en laten wat je wilt. Dat is het uitgangspunt. Okay. En daar maakt iedereen zich hard voor en dat willen we eigenlijk hier ook bereiken. Ja, ja, als ik meneer Peperzak goed begrepen heb, wordt dat zowel formeel als informeel aangebonden. Dus we zijn natuurlijk nieuwsgierig wat dat het op termijn oplevert. Als er nu in Gennep drie modaliteiten uitgewerkt zijn, wat is dan de mening van het waterschap met betrekking tot wat de grootste veiligheid biedt? Al die drie opties die er nu zijn, of je nu praat over reguliere dijken, dus zeg maar gewoon een normale normdijk, of je praat over verbindende dijken met een vaste drempel, of dat je praat over een verbindende dijken met een actieve inlaat, de schuif zoals die mensen dat wel noemen hier. Al die drie varianten zullen moeten voldoen aan die wettelijke veiligheid van 1 op 300. Okay. Altijd. Dat is uitgangspunt. Okay. Ja. We kwamen tot de volgende drie kansrijke alternatieven. Reguliere dijken, verbindende dijken met vaste drempels en verbindende dijken met waterkerende instroomvoorziening. Bij het alternatief reguliere dijken verhogen en versterken we de bestaande dijken. Dit doen we volgens de wettelijke waterveiligheidsnorm. Zo voldoen de dijken aan een beschermingsniveau met een overstromingskans van 1 op 300 per jaar. Bij het alternatief verbindende dijken met vaste drempel verhogen en versterken we de bestaande dijken ook conform de wettelijke waterveiligheidsnorm. Daarnaast komen er één of meerdere vaste drempels in de dijk. Uit nog uit te voeren onderzoek moet blijken of de dijken en drempels even hoog of iets hoger zijn dan reguliere dijken. Voor dit alternatief geldt een beschermingsniveau van ten minste 1 op 300 per jaar. Bij het alternatief verbindende dijken met waterkerende instroomvoorziening verhogen en versterken we de bestaande dijken. Nog hogere en sterkere dijken zorgen dat het gebied bovenop de norm extra bescherming tegen hoogwater krijgt. De kans op overstroming wordt dan verder verkleind tot 1 op 3000 per jaar. Alle drie de kansrijke alternatieven voldoen tenminste aan de wettelijke waterveiligheidsnorm. Het gebied blijft langer droog en wordt beter beschermd tegen hoogwater dan in de huidige situatie. Deze drie kansrijke alternatieven gaan we uitwerken en onderzoeken. Uit dat onderzoek blijken de voor- en nadelen van elk alternatief. Goed. Nou ja, er is in ieder geval heel wat duidelijker geworden. We hopen alleen dat u ons in de toekomst kunt helpen met een hoogtekaart. Zodat we kunnen zien hoogte Maas en hoogte Achterland. Dat we dat wat makkelijker in beeld krijgen. Want nogmaals, het is wat diffuus. Want als de Maas bij wijze van spreken stilstaat, we hebben dat hier gehad met nooddijken. Op dat moment waaide het helemaal niet. Mm. En stond het water gewoon stil. En dan is de afvoer nul. Maar dat kan toch een dijk behoorlijk onder spanning staan. Ik denk als er heel hoog water is, dan zal de afvoer niet nul zijn, want het stroomt, dan is er heel veel water in de Maas en dan zal die altijd stromen, denk ik. Maar goed, waar het om gaat is dat je moet zorgen voor die hoogwaterveiligheid. Daar staan we als waterschap voor aan de lat en daar staan ook de bestuurders van de beide gemeenten staan er ook voor aan de lat. Dat is denk ik het belangrijke. Dank voor de toelichting. Graag gedaan.